dit moment is het een trend om niet een grote vaas met bloemen op tafel te zetten, maar juist een kleinste leven. Een eigenste leven met heel verschillende bloemen erin. En dat is eigenlijk ook heel eenvoudig om te doen. En dit heb je ervoor nodig. Voor het stille leven heb ik al een basis neergezet. Ik heb een mooi onderbord, twee verschillende vazen en een theelichtje dadelijk voor de gezelligheid. Waar gaan we beginnen met de grote? Die wil ik wat lager opmaken en deze wil ik juist wat hoger opmaken, dat je echt wel de dieptewerking krijgt. We beginnen als eerste met de lage variant. Wat ik daarvoor doe, is eigenlijk heel simpel. We pakken wat groen, onderkant de blaadjes eraf, die steken we zo in de vaas. Gewoon een beetje willekeurig, wat groen. En dan heb ik hier ook nog wat scrimia's, die vind ik ook altijd leuk om erbij te gebruiken. En zo ziet hij er eigenlijk al heel leuk uit. Ja, je wil er natuurlijk nog even iets meer van maken. Dus eens even kijken wat ik hier allemaal heb. Ik vind dit altijd wel heel leuk spul, dat is lekker fijn. En dat geeft net een leuk accent altijd erin. Dus die gaat hier nog wat tussendoor. Die mag voor mij ook iets langer zijn, die mag er iets hoger uitspringen. Op deze manier. En voor de feestdagen vind ik het altijd wel heel mooi om een amaryllis te gebruiken. Hij heeft een heel lange steel. En ik wil hem deze keer wat korter gaan gebruiken. Dus dat is deze hoogte. En dan snij ik hem hier af. En die komt er hier zo tussen te staan. Dat dadelijk als die open komt, dat je hier heel mooi die grote bloem krijgt. En daarbij vind ik het ook weer heel mooi om zo'n spingrisant te gebruiken, zoals deze. Die gaat er aan deze kant zo bij komen. Dan heb ik hier wat bessen. Daar haal ik het blad allemaal even weg. Die rozenbotteltjes, die blijven heel lang goed. Die zitten weer heel mooi in diezelfde kleurschakering. Dus die komt er hier eentje tussen. Daarbij heb ik dan nog meer, wat ik zelf ook altijd een mooie vind om te gebruiken. Dat is een lysianthus. Ik vind het een heel lief bloemetje en het lijkt vaak een beetje op een roosje. Als je zo die bloemen ziet. Goed schuin aansnijden. Die gaat er hier mooi tussenin. Die blijft lekker in die beetje pasteltinten zitten. Een beetje vergrijsd. Dat vind ik zelf wel heel mooi. Dat vind ik nog wel mooi om zo'n mooie roos erbij te pakken. Deze roos heeft... Je ziet dat hij eigenlijk alle kleuren die ik heb gebruikt, van het witte, het crème groene, naar het crème roze, naar het oranje, komt hier weer terug. Dus die brengt eigenlijk al die verschillende kleuren heel mooi samen. Die komt bij mij hier heel centraal in het hart te staan. Dan heb ik het hoge vaasje, die gaan we op een andere manier vullen. Daar ga ik spar voor gebruiken. Ook dat gaat dadelijk weer de basis zijn voor de vaas. Die gaat mij de structuur geven op deze manier. Wat ik hier wel heel mooi bij vind is die neurine. En die mag voor mij ook wel wat hoger zijn. Dus als dit de vaas is, mag die voor mij best wel deze hoogte hebben. Schuin aansnijden weer. En door die takken krijgt hij eigenlijk best wel wat steun. Waardoor die beter op zijn plaats blijft staan. Ik vind het wel mooi om onderin ook nog even die roos weer terug te laten komen. Die mag voor mij dan weer wat korter zijn. Dan heb ik hier nog een mooie groene anjer. Die mag van mij lekker laag. Echt hier onderin bij het hart. En daar heb ik deze ook nog helemaal opgebruikt. Dus daar heb ik nog wat van over. Die komt er hier tussenin. Beetje van de hoogte. En er tussenin deze hoogte. Dan wil ik deze urine nog hebben. Die zet ik er hierbij. Dan heb ik nog zo'n mooie Engiferia. Daar zijn de wortels van afgehaald. Die kan je heel mooi hier, heel eenvoudig zo op deze manier neerleggen. Daar hoef je verder niks aan te doen. Nou, ik vind hem eigenlijk zo wel mooi, maar ja, als de kerstdagen dichterbij komen, is het natuurlijk ook heel gaaf om er misschien even een toef van die kerstballetjes tussen te doen. Je ziet dat goud kleurt er ook heel mooi bij. Ik ben wat romantischer en ik wil wat meer in die pasteltinten werken, wat we nu ook met de kerst veel zien. Dan kan ik zeggen, nou, ik ga juist met het roze werken, wat ook een heel mooi effect geeft. Maar ja. Ik hou hem nog heel even neutraal, zodat u zelf kunt kiezen hoe het er bij u thuis uitkomt te zien. Maar op deze manier maak je heel eenvoudig je eigenste leven. MUZIEK